eerste traditie, de plaatselijke chef. Vroeger, meer dan nu, had hij macht over enkele dorpen. Iedereen erkende zijn gezag. Bijvoorbeeld bij ruzies tussen twee families. Meer dan een uur heeft het geduurd voor hij verscheen. Maar als hij er is, dan gaan ze er rondstaan. Hij is de enige, samen met zijn gasten, die een stoel krijgt. François legt ons uit hoe belangrijk de voorwerpen zijn die hij bij zich heeft. Er is de hoed, het mes, de wandelstok, de koeienstaart en de dierenhuid. Die voorwerpen zijn steenhout en worden telkens doorgegeven als de macht wordt overgedragen. Tweede traditie, de geschenken. Hoe weinig ze ook hebben, ze zullen geven, veel geven. Maar dat kan toch niet, ze hebben niks. Het is onmogelijk te weigeren, want zo kwets je ze diep. Gastvrijheid is heilig. En die krijtstreep is een soort zegening. Met zijn zegen kunnen we verder onze weg gaan en nemen we afscheid. Ze zullen altijd geven, ook in de kerk bij de offerande. Brengen ze hun gaven al dansend en zingend naar het altaar. Een heel groot sociaal gevoel bezielt deze mensen. Een derde traditie, dansen. Zoals in de kerk, maar ook bij het minste feest zijn ze aan het dansen. Zelden met z'n twee als koppel, samen met z'n allen, op die typische herhaling van eenvoudige, ritmische melodieën. Uren, want vele mogelijkheden om je te ontspannen zijn er niet.